Hoi en welkom terug bij een nieuwe Let's Play. We gaan nu naar John Jarl. John Jarl. We gaan niet lopend. Het vind ik allemaal te lang duren. We gaan naar... We gaan naar Fort Pinta en daarna gaan we gelijk door naar John Jarl. Ik ben nu al vanaf, ik ben al zowat de hele middag aan het opnemen. Al die video's, die twee video's die ik gisteren heb opgezet, die heb ik neem ik eigenlijk op dezelfde dag op. Dus dat vind ik wel leuk. Kijk, nog een Pandorische crack. Oké, we gaan naar John Jarl. Ik vind die naam wel leuk. Wow. Het is wel leuk als je daar komt en je hebt van die hogere obstakels, weet je wel. Ik was van plan om een dag te gaan skippen, maar ik heb al zoveel opdrachten vandaag. Dat ik niet eens hoef te skippen vandaag. Hi, Denise. Evening pools. We gaan naar John. Ja. Kijk of ze afstapt. Kijk wat ze doet. Kijk of ze me achterna loopt. Ik ga hier staan. Kijk of ze me ziet. Ze heeft waarschijnlijk ook opdrachten, maar ja. Ik hou ervan om de mensen te kijken. Hallo. Vraag Linda om hulp. Breng de maanruiter. Ah, zij is dus de maanruiter. Oké, ja, dat wist ik ook niet. Hoi, ik ben er weer. Denise. Evening pools. Oké. We gaan dus weer naar home en dan gaan we dus naar beneden van Zilverkleed. Ja, ik weet, ik ga heel veel met trainers, maar dat vind ik veel makkelijker. En aangezien ik nu geld genoeg heb, ga ik dat makkelijk redden. Kijk, als ik echt geen geld had, dan had ik het ook wel gelopen. En misschien valt het jullie op dat ik niet edit. Het is gewoon puur bij mij, het is opnemen en ik ben klaar. Dus ja, het is heel wat anders. De meeste mensen gaan editen en zo en maken hele maps en ja, dat doe ik niet aan. Daar heb ik niet echt veel verstand van. En heb ik ook niet echt veel tijd voor. Het is heel leuk en zo om dingen te doen en ja, weet je wat het is? Het probleem is gewoon van... Ik heb er niet de tijd voor om alles te editen en ja, misschien ooit later in de toekomst ga ik wel editen en ga ik kijken of ik er nog wat leuks van kan maken, maar dat komt wel goed. Oh ja, en bij de volgende update. En daar heb ik echt veel zin in. En dat meen ik echt serieus. Gaan ze Fort Pinta gaan ze upgraden. Dus net zoals wat ze met Moorland hebben gedaan. Gaan ze dus nu met Fort Pinta doen. Het lijkt me juist hartstikke gaaf. Als ze dat gaan doen. Want het ziet er ook best wel cool uit en zo. Ik weet niet of jullie de video's gezien hebben van Star Stable Online. Mm.
Maar wat ik zeg, het ziet er eigenlijk best wel gaaf uit. En het ziet er, volgens mij gaat het er heel anders uitzien dan dat het er eerst uitzag. Ik ben in de maankamer. Eigenlijk moet die deur dan ook nog open, hoor. Ik kan het ook niet zien of zo. Zo jammer. Neem het tweede gedeelte mee. Ik ga direct naar Elisabeth. Oké, ik ga direct naar Elisabeth. Oh, Starshine, Greendale. Ik heb heel veel op te nemen nu. Dus ik ga nu weer afsluiten. En ik zie jullie bij de volgende video. Dus doei doei.